is het eindelijk zover. De twee in smoking gestoken prinsen maken hun entree. William en Harry genieten duidelijk van hun debuut op deze benefietpremière. Tijdens deze avond zal er geld opgehaald worden voor twee goede doelen die oorlogsveteranen steunen. De prinsen nemen uitgebreid de tijd voor hun strijdmakkers. We're very honored to have Prince William and Prince Harry here tonight supporting two very important charities, the Royal British Legion and Hope for Heroes. He's just like one of the lads. He's not how you'd expect him to be, being a prince and all. He's just like a guy I was in training with, or a guy at a server, just one of the lads. And making jokes a lot, I think. Always making jokes, but at my expense. 20 minuten later vervolgen de prinsen hun tocht over de rode loper. Met hier en daar toch nog een stop. Een flitsalvo van het leger fotografen maakt het sterrenentree compleet. Eenmaal binnen komen William en Harry eindelijk oog in oog te staan met Bondgirl Olga Kurylenko. En niet te vergeten met James Bond himself, Daniel Craig. De 1 miljoen pond kostende afterparty zou nog tot in de late uurtjes doorgaan, zonder William en Harry, maar met James Bond.